Hoi, ik heb jullie presentatie net gezien hier bij Pim Online. En ja, wie zijn jullie? Stel jezelf even voor. Dit is Lex. Ja. Ik ben John, we zijn van Los Schroeven. En ja, we zijn een culturele organisatie. En dan doen we eigenlijk dingen die we leuk vinden. Heel kort gezegd, urban gaming, muziek, theater en kunst. En wij hebben net twee casus behandeld. Dus Klein naar het oorlogspad, waterpistolenspel en kansen hangen met meubilair. En dat is een inboedelbouw in het park. Ja. Ja, want zo zijn jullie eigenlijk begonnen. Hè? Jullie vonden het zelf wel leuk om te chillen in het park, zeg maar, om zo maar te zeggen. En zo is het eigenlijk uitgegroeid tot wat jullie nu doen. Het is een geintje en er bleek animo voor te zijn. En het is langzamerhand gaan groeien naar meer. En toen kwamen we in één keer achter dat het Guerrilla is. Ja. Even kort gezegd. Maar jullie wisten van tevoren niet wat guerrilla marketing was? Wel een beetje, maar niet in de trant hoe wij hem uitvoerden, zeg maar. Nee, nee. Ja, het was vooral ook zo dat we geen idee hadden dat we het deden. Nee. En het blijkt nu, wij zijn eigenlijk gewoon keihard met guerrilla marketing bezig. Ja. Zonder dat we het zelf doorhebben. Ja. Want ik vond dat voorbeeld wel mooi van Verdet, heet het geloof ik, dat bier. Hè? Ja, ja. Is dat ook echt een opdracht geweest van Verdet? Ja, dat gaat nu komen. Ja. Ja. En wat misschien even uitleggen voor de kijkers. Het is, Verdet zet biertjes koud in een winkeltje in de buurt van het park. Mm-hmm. Wij komen het ophalen. Mm-hmm. Als alle mensen in het park lekker aan het ontspannen zijn in het zonnetje, dan komen wij eigenlijk koud Verdetjes aan hun brengen en zeggen van, Verdet vindt het tof dat wij dit doen, alsjeblieft. En dat is puur om goodwill te creëren, geen banner, niks. En dan ga je langs de vergunningen, die heb je dan niet nodig eigenlijk. En op deze manier wordt het veel beter gepromoot dan als je het op de traditionele manier doet. Ja, maar ik begreep ook dat jullie een beetje nu op een omslagpunt zitten, dat je denkt van, zoals het watergevecht in Utrecht, dan moeten we dat nu sponsoren, ja of nee? Of is dat al zeker dat jullie dat laten sponsoren? Sponsoren? Het blijft natuurlijk lastig, hè? Want je zit natuurlijk met vergunningen. En het ding is, als je natuurlijk, wat we net ook tijdens de presentatie hebben verteld, als je het commercieel gaat maken, dan kan er dus een risico aan vast gaan zitten. Dat je achterban er ook mee gaat stoppen, dus dat mensen niet meer willen komen. Mm-hmm. Wat zou de reden, denk je, zijn dat ze dan stoppen? Nou, ik denk dat als het in your face is met reclame, en dat er overal bijvoorbeeld, ik noem even een merkje, Fanta of zo, zou er best goed bij kunnen passen. Als je overal Fanta ziet, dan kan ik me best voorstellen dat mensen denken van, nu wordt het een beetje commercieel. Ze gaan nu waarschijnlijk ook veel meer mensen vragen, ze gaan heel landelijk. Dan gaat de exclusiviteit gaat dan ook een beetje weg. En dan kan ik me goed voorstellen dat mensen gaan afhaken. Ja, en het is toch eigenlijk wel jammer, want jullie moeten ook geld verdienen, tenminste. Ja, ja. En een mooi voorbeeld van Verdet, daar verdienen we nog geen geld mee. Maar dat is heel subtiel. Mm-hmm. Weet je wel, in plaats van dat je gewoon je eigen bier meeneemt, krijg je geld Verdetje. Ja, ja. Dus er zijn wel maas in de wet te vinden. Daarvan. Ja. Want misschien de kijkers snappen, jullie organiseren in de Utrechtse binnenstad, organiseren jullie een waterpistoolgevecht. Eigenlijk wordt gezegd, maar ja. Ja, als ze het echt willen weten, dan moeten ze even kijken op losseschroeven.com. Losseschroeven.com, dat is jullie site. Alle evenementen staan eigenlijk. En jullie hadden op het laatst van de presentatie, hadden jullie nog iets van in mei, willen jullie iets organiseren? Ja, ja, dat klopt. En wat is dat precies? Het heet Creative Meets Business. Ja. En wat wij eigenlijk willen gaan doen, is de culturele sector en het bedrijfsleven bij elkaar brengen. En wij doen dat omdat wij denken dat daar heel veel mogelijkheden liggen. Hm. Wij denken dat de culturele sector met alle creativiteit en noem maar op heel nuttig kan zijn voor het bedrijfsleven. Hm. En andersom, het bedrijfsleven heeft natuurlijk ook heel veel kwaliteiten die bruikbaar zijn voor de culturele sector. Ja. En dat willen wij graag laten zien. Ja, want wat mij tenminste is bijgebleven van die twee presentaties, is guerrilla marketing is toch een andere manier van kijken en denken. Een meer creatievere manier. Ja. Dan zeg maar gewend dat ze gewend zijn zeg maar in het zakenleven. Dus die twee kanten van creatief denken en zeg maar het zakenleven bij elkaar brengen. Dat is een van de voorbeelden. Ja, ja. En is daar nog iets van te vinden op de site of zo? Bij losschroeven.com momenteel niet. Daar zijn we nog mee bezig. Ja. Dus als er wat nieuws is, dan is dat op losseschroeven.com. Klopt. En als je hier geen geduld bij hebt, dan moet je gewoon even mailen. Staat ook op de website. Ja, prima. Ja. Hey, dankjewel voor dit korte gesprek. Ja. Okay.